VNB-TV. Een nieuw initiatief om live beelden, live getuigenissen van pelgrims direct aan u te laten zien. Zodat u via zo'n filmpje kunt zien wat mensen beleefd ervaren hebben. De warmte, de hartelijkheid, de saamhorigheid. Kijkt u vooral zelf en wellicht gaat u een keer met ons op bedevaart. Graag, tot ziens. Ik heb het gewoon geweldig gevonden. Ik kan geen ander woord geven. We hebben in het begin een paar hobbeltjes gehad, een paar probleempjes die vlot zijn opgelost. En niemand is negatief gebleven. De hele groep was positief. We zijn echt tot een eenheid gekomen als groep. En ik vind het fantastisch, al het werk wat zorgvrijwilligers hebben gedaan. Zonder hen was het volkomen onmogelijk. Mensen hebben hier heel wat tranen achtergelaten, hebben hun lasten achtergelaten en kunnen weer opgelucht terug naar huis, hebben kracht gekregen om verder te kunnen gaan. En daar gaat het om, dankzij de Heer. Het was gewoon een geweldige week. Wat moet je nou van een geweldige meer maken? We zijn allemaal erg tevreden. We hadden een hele goede verzorging. Ja, ze moeten enkel ons halen brengen en dat was het. Het was een bijzondere week. Mooi weer. Pelgrims waren allemaal geweldig. Lieve mensen, vrijwilligers waren. Dus samen gewoon een geweldige week. Kortom. Ik vind eigenlijk het mooiste hier in Lourdes dat ik mijn enthousiasme en mijn liefde hier voor Lourdes aan andere mensen kunnen overdragen, kunnen brengen, kunnen laten zien. Ik had een hele lieve groep die heel erg goed luisterde, die het prachtig vond om alle mooie dingen van Lourdes te beleven. En ook te merken dat het een nieuw bedevaart is, maar dan ook een plek is waar je heel erg fijn samen kunt zijn, fijn vakantie kunt vieren, samen de vreugde van het samen zijn, het vieren, de gezelligheid kunt hebben. Was het zo'n beetje, hè? We hebben genoten van prachtige weer, prachtige excursie gehad. We hadden dit keer een nieuw hotel. Dat begint eigenlijk ook uitstekend in verhouding met de andere hotels die we ooit gehad hebben. Lekker dichtbij. We hebben veel kunnen uithelpen met andere hotels waar ze het bij nu dubbers hadden. Hebben ze dubbers bij ons het hotel gehuurd, geleend. Ja, en nu gaan we naar huis. We hebben een schitterende bedevaart gehad door de saamhorigheid die er onderling was. En wat we wel merkten, dat sommige mensen wel een heel grote rugzak mee hebben. En die we proberen hier een beetje te legen. En te vullen met een nieuwe geest, met inspiratie, met die geest van saamhorigheid. Het is een geweldige ervaring. We hebben dit aan jaren gewild, maar nog hebben we toch eigenlijk de knoop deur, ga ik hem toch zo van kieren. Het is onbestelbaar. Onbestelbaar. Het katholieke geloof, dat groeit en bloeit nog. Ik vind het alleen jammer dat het in Nederland zo kapot gemaakt is. Ja, ik kan er niet meer van zeggen, maar het is hier buitengewoon. Buitengewoon. Wil iets wissen? Rocky Gabriel niet dan. En we zijn weer dit jaar met de hele groep mensen hier naartoe. Het was weer mijn mooiste jaar. Geweldige groep, geweldige sfeer. Nou, geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Iedereen tevreden. Ik ook tevreden. Ik heb ook een geweldige week gehad met onze groep. En vooral ook doordat wij gewerkt hebben met die handen. De schilderijen die we zelf gemaakt hebben. Hebben we zo'n ontzettende verbondenheid gevoeld. Mensen die dus ook vertellen dat ze zoveel verdriet bij zich dragen, dat heeft mij het meeste geraakt. Dat er zoveel mensen zijn met zoveel verdriet en dat ze dat hier kwijt konden. En dan hebben wij maar weinig met ons kleine beetje verdriet. Dat heeft me heel erg geraakt. Wat ik deze week, ik heb beleefd. Nou, ik vond het erg mooi, erg bijzonder allemaal. Ik vond in het zorghotel ook erg mooi om in een andere zorgsetting te zijn dan in het Akuin. De lichtprocessie vond ik erg mooi. Ik mocht met de vlag lopen en dat was ook erg bijzonder om alle lichtjes vanaf het podium te mogen zien. Ik had een mooie groep pelgrims mee en dat was ook erg mooi. Ik heb een mooie week gehad. Nou, het waren weer geweldige dagen, maar vooral nu was de saamhorigheid en de verbondenheid met elkaar ontzettend goed dit jaar. En veel rust en heel veel gezelligheid ook.
En een goed vakantiehotel? Ja, een prachtig vakantiehotel. Ja hoor. Tot ziens. Tot ziens. Deze week hebben we eigenlijk te veel beleefd om op te noemen. Maar in ieder geval was het zingen en bidden en elkaar ontmoeten. Bijzonder mooie mensen ontmoet deze week. En ook een paar keer ontdekt dat ik eigenlijk nog zo weinig begrepen heb van de boodschap van Lourdes en wat Maria gezegd heeft. Het is elke keer een openbaring om hier te mogen zijn in Lourdes en welkom thuis dat ik heb gehad, elke keer weer. En ik vind het prachtig om elke keer weer wat te leren van wat Maria gezegd heeft tegen Bernadette. Nou, dat is een ontzettend tevreden gevoel. Niet alleen om hier te zijn, maar ook weer naar huis te gaan, want je neemt heel wat mee. En dat is zeer aangenaam. Last minder. Prachtig. Ik hoop dat ik onder het gewicht van de koffers ook blijf, want anders moet ik betalen misschien. Ja. Daar denken wij Hollanders ook aan natuurlijk. Hè. Wat denk je? Ja? Uitstekend, dit was heerlijk hier. Hè? Ja, nou, we waren hier samen met Jacob en mijn man op bedevaart. We hebben ontzettend een mooie ervaring gehad. Veel liefde ervaren, veel liefde kunnen geven, veel liefde kunnen ontvangen. Ik heb er eigenlijk bijna geen woorden voor. Het heeft me veel gedaan. Nou, ik heb weer een gevoel dat ik weer terug ben. Ik ben hier 10 jaar achter elkaar geweest. Eerst in de verzorging, in het Takui. En nu samen met mijn vrouw en mijn zwager mee. Om zo meer tijd te hebben voor elkaar. En ook naar mijn broer toe, mijn zwager in dit geval. En om daar een heleboel tijd in te zetten. En dat samen met de verzorging van Gloria, nou perfect. We hebben echt 5 dagen, hebben voor mijn gevoel 14 dagen geduurd. Zoveel ervaring en zoveel indrukken. Het is heel prachtig, heel mooi. Ik wil ook namens Jacob, mijn broer, voor alle medewerkers en alle vrijwilligers van de VMB hartstikke bedanken voor alle zorgen, alle liefde ons allemaal gegeven. Dank jullie wel. Je mag vertellen wat je deze week beleefd en ervaren hebt, Erna. Nou, we hebben een fantastische reis gehad. De Belgers waren allemaal erg tevreden. We hebben heel veel kunnen doen, we hebben ze heel veel kunnen laten zien. En we hebben heel veel bedankjes gehad, wat eigenlijk niet nodig is, maar doet ons wel goed. Daar doen we het voor. Hoe het was? Het was in één woord was het geweldig. Het was voor ons de eerste keer, dus we wisten eigenlijk ook niet waar ons te wachten stond. Maar we hebben genoten van alles eigenlijk. Heel bijzonder. Lourdes was deze week fantastisch. We hadden een ontzettend fijne groep om mee op pad te zijn. Het heeft ons heel veel goeds gebracht. We hebben een goede rugzak gevuld weer mee naar huis terug te nemen. En daar kunnen wij voorlopig weer op teren. Dat was Lourdes voor mij. Ja, wat wil je weten? Vertel hoe het was, wat je beleefd hebt. Het was weer geweldig. Het was voor mij nieuw. Ik ging voor het eerst mee als hotelverpleegkundige. Omdat ik was uitgeloot als verpleegkundige voor het zorghotel. Werk in de thuiszorg. Ik dacht eerst dat het hetzelfde. Maar nee, het was heel leuk. Ik heb niet heel veel werk gehad, maar daardoor erg veel in het zorghotel meegeholpen. Gisteren een leuke excursie. En toen met de andere hotelpelgrims. En ja, daar gebeurden ook nog wat dingen waar ik toch wel nodig was. Dus het was toch wel handig dat ik mee was. En een leuke samenwerking met de artsen en met de andere collega's, vrijwilligers. Ja, nee, het was weer een leuke pelgrims en weer een hele fijne week gehad. Nou, dit was in elk geval voor mij de eerste keer. Dus voor mij was het allemaal heel nieuw. Ik dacht van, we zien wel wat er komt. Ik ging er naartoe. Nou, en ik ga nu toch met een heel ander gevoel weer terug. Dat ik hier gekomen ben. Het meest invloedrijk op mij was in ieder geval die handoplegging. Volgens mij. Dat vonden wij heel bijzonder. Ook die emotie daarna was toch iets om bij je te houden. Om zelf te verwerken. Ik vond het hele boeiende week. Ondanks dat ik nooit erg hier mee bezig was. Dat ik toch overgehaald om eens een keer mee te gaan. Maar ik ben hier geweest en ik zeg zeker niet dat ik niet weer terugkom. Ik zal zeker mijn best doen om. Ik zal ook die belangstelling blijven hebben. Om toch iets te betekenen voor mezelf. Want mijn boeren zijn toch wel iets te vinden. Ik heb het idee van alles wat ik in mijn leven tegengekomen ben.
ook qua kerk en zo, dat in één week alles weer gepasseerd is. Dat ik gewoon een keer weer opnieuw alles ervaren heb wat ik in het verleden meegemaakt heb in de kerk. En de laatste jaren is er erg veel discussie geweest, veranderingen zijn er geweest. En die zijn nu in ieder geval allemaal in één week weer allemaal weer samengevat. En ik denk dat ik weer redelijk te deel ben. Ik heb het beleefd zoals de meeste mensen dat zullen zeggen. Met grote dankbaarheid. Open hemel, letterlijk en figuurlijk. Het is letterlijk het schitterend weer, het kon niet beter. Maar ook een open hemel, dus een hele goede sfeer van mensen die biddend, zingend samen zijn. Echt gelovig volk, godsvolk onderweg. Zo heb ik het ervaren. En wat neemt u mee naar huis? Ik neem mee naar huis deze gedachte en dan ook toch weer de figuur van Bernadette. Die spreekt mij altijd ontzettend aan, de simpelheid, maar vooral de authenticiteit van haar. Hoe was jouw week deze week? Wat heb je hier ervaren in Lourdes nu je op weg bent naar huis? Geweldige ervaring samen met mijn moeder en mijn broer. Om samen alles te beleven van Maria Bernadette. En het was een hele fijne week. Heel veel voldoening, heel veel gezien, heel veel beleefd en heel veel samen gedaan. Nou, we zijn naar Lourdes geweest, we gaan vandaag weer vertrekken. We hebben een ontzettend leuke groep met pelgrims gehad, een hele leuke club met vrijwilligers. Voor mij was het de eerste keer dat ik met het vliegtuig ging. Ik heb het ervaren als een fijne manier van reizen. En we zijn nu iedereen aan het gereed maken om in te checken in het vliegtuig. En zo dadelijk neemt iedereen weer plaats in het vliegtuig en vliegen we vanaf Tarbe naar Lourdes of naar Eindhoven om weer naar huis te gaan met z'n allen. Een hele indrukwekkende week was het, waarin mensen elkaar echt betekenisvol ontmoet hebben. Mensen die elkaar bij de hand namen wat ik niet verwacht had. En dat is misschien wel het mooiste. En ja, dan gebeuren er wonderen op straat. En mensen gaan met een ontzettend voldaan gevoel weg. Het mooiste voor mij vond ik gisteravond met de groep een beetje evalueren hoe mensen hun gevoel onder woorden brachten in de groep. Dan is er heel wat gebeurd in de groep. We zijn heel erg vertrouwd met elkaar en schitterend, ontroerend. Ik vond het een geweldige week en de tijden waren zo ontzettend goed benut. Nou, we hadden haast geen tijd om uit te rusten. Werkelijk heel interessant. De dingen hebben we allemaal gezien. Het was grandioos. Ik raad iedereen aan om met de VMBO op reis te gaan. Nou, het was een fantastische week. Maria was helemaal met ons, want we hebben prachtig weer gehad. We hadden een geweldige groep en we hadden hele, hele leuke hotelleiders. De binding onder de groep was fantastisch. We hebben samen gelachen, we hebben samen gehuild. Ja, en nou gaan we naar huis. Fijn om weer naar huis te gaan, maar toch, in Lourdes laat je iets, maar je neemt ook iets mee. En dat is weer voor een heel fijn leven. Ik hoop nog eens terug te gaan. Ik ben Truus Rooskamp. Ik ben dit jaar voor het eerst mee geweest als teamleider op zorghotelleden. Het is me heel goed bevallen. Er zijn nog wel enkele aandachtspunten, maar daar praten we nog wel een keer over. Het was voor mij de 7e keer Lourdes en het is iedere keer weer een hele mooie ervaring. Ieder jaar zie je weer wat nieuws. En vooral de samenwerking met de vrijwilligers, dat vind ik hartstikke fijn. En ik hoop het nog lang te kunnen doen. Ik ben Barbara en ik ben dit jaar voor de 4e keer mee en dit jaar op stage geweest voor zorghotelleider. Dat is me erg goed bevallen. Lourdes bevalt me altijd goed. Het samen zijn met de mensen, de saamhorigheid, het echt samen beleven, dat is hoort bij Lourdes. Dat zie je eigenlijk niet overal. Maar als je in Lourdes bent, heb je het gevoel. Heb je het helemaal en dan maken we het gezellig. Maar we zijn ook echt samen en voor elkaar en met elkaar. Dus iedereen, kom mee naar Lourdes. Ik kan het u aanbevelen. Ja, dit was dan weer een weekje Lourdes. Het ging weer razendsnel voorbij. We hebben een heel ontspannen week gehad, waarvan ik me eigenlijk vooral denk dat het kwam omdat we met elkaar wilden zijn. Iedereen was vol kracht om te proberen
er te zijn voor een ander. Christelijk zijn is vaak heel moeilijk. Christelijk zijn, zeker in onze tijd met zoals de kerk er tegenwoordig in de maatschappij uitziet, wil niet altijd lukken. Maar hier in Lourdes willen mensen met elkaar zijn. Ziek, gezond, medemens, arm, rijk, verschillen vallen hier weg en maken dat het, zoals we onder elkaar heel vaak zeggen, een hemel op aarde is. Dan wel een Lourdes-virus, warmte en licht voor elkaar. Het was fantastisch.